het eerste puntverlies voor Jong Ajax onnodig? Ja, dat denk ik wel. Maar ja, dan, het is ook niet dat wij heel goed speelden. Als je de wedstrijd ziet, verdien je het wel om te winnen. Maar wij hebben niet goed gespeeld. Hoe komt dat? Ja, dat kan. We kwamen niet in de wedstrijd. Tempo lag te laag. En we waren heel slordig aan de bal. Waardoor je eigenlijk nooit lekker in de combinatie komt. En dan loop je toch vaak weer achter een tegenstander aan. Waar je eigenlijk de wil aan de tegenstander moet opleggen. Zoals we na de goal hebben gedaan. Het was een uitstekende periode. En daar hadden we misschien ook nog door kunnen drukken. Dan heb je één ding, dan is het rust. Dat is wel jammer op dat moment. Maar ja, dat is zoals voetbal ook. De wedstrijd wordt even stilgelegd vanwege het onweer. Grijp je dat op het moment ook aan om aan te geven van jongens, het moet scherper, het moet beter? Ja, natuurlijk. Natuurlijk probeer je zoveel mogelijk uit de periode te halen. Het blijft erbij dat het begint met tempo maken en natuurlijk niet slordig spelen. We waren vandaag gewoon te slordig, we waren vandaag niet goed en daarom speel je gelijk, ook al had je hem nog kunnen winnen.